Dit is een spelletje Club 2% van de Jumbo. Eigenlijk is het meer een raadselspelletje, een hersenbreekspelletje. De naam komt van, eigenlijk van Einstein, dat maar 2% van de bevolking deze raadsel zou kunnen oplossen. Naar mijn idee moeten het er gewoon meer zijn. Zo moeilijk zijn ze niet. Ze worden wel heftiger naarmate het spel verloopt. We moeten deze bewoners samen met hun huisdieren in van die huisjes in het juiste huisje laten wonen. In de handleiding staat welke bewoners je met welke dieren moet combineren bij het aantal huizen wat je gaat gebruiken. Hoe meer huizen je gebruikt, hoe moeilijker de puzzel wordt. Dus even kijken, ik pak deze drie bewoners en deze drie huisdiertjes. En de puzzel geeft me aan. Aan de puzzel kun je zien of je de huisdieren wel of niet nodig hebt. Je ziet hier ook hoeveel huisjes je nodig hebt en de bewoners daarvan. Nou, deze is bijvoorbeeld heel makkelijk. Laten we deze eerst doen. De groene man die woont aan de rechterkant. Dat staat eigenlijk gewoon hier aangegeven. En de gele die woont in het linkerhuis. Zoals op die manier. En dan woont de rode natuurlijk ja, in het midden. Want die staat niet aangegeven, maar er is nog maar één huis over. Het is een beetje chocolate fix-achtig. Een beetje sudoku-achtig. Je gaat deduceren. Nou, dat is een opdrachtje. Laten we de volgende maar eens erbij pakken. Deze haal ik er weer af. Ik weet hier dat schildpad bijvoorbeeld aan de rechterkant woont. Die woont daar zo. En ik weet dat die twee, die wonen dus niet naast elkaar. Het zijn geen buren van elkaar. Maar ik weet ook dat ze niet in hetzelfde huis wonen. Dat staat hier. Maar ik weet wel dat deze naast elkaar wonen. Eens even kijken. Dus als ik bijvoorbeeld... deze hier neerzet. Oh, dat is toch best lastig trouwens. Nou, dit zijn geen buren van elkaar, dus deze woont aan deze kant. Nou, dat hoeft niet eens. Even kijken, deze... Nou, die woont niet in hetzelfde huis. Deze kan niet daar wonen, dus dan woont hij waarschijnlijk daar. Want ze zitten natuurlijk, ze wonen naast elkaar. Dan woont hij... Die gele daar, want die staat niet aangegeven. En de poes staat ook niet aangegeven. Dus als die twee niet... Dan woont deze aan deze kant. Nou, op de achterkant van het kaartje staat de oplossing aangegeven. En dat heb ik inderdaad goed gedaan. Nou, de opdrachtjes worden steeds lastiger. Dus bij deze bijvoorbeeld moet je een heleboel voorwaarden voor doen. Maar je hebt ook veel meer huizen. En je kunt het op het digibord zetten. Dat mensen het gaan tekenen bijvoorbeeld. Je kunt individueel spelen. Of klassikaal. Ik denk dat het allemaal mogelijk is.